tijd voor actie. Jongeheer Phoenix, het ontbijt is geserveerd. En daarna... tijd voor actie. Wakker worden. Ik ben klaar wakker. Dat ik mijn ogen af en toe dicht doe om een beetje beter na te kunnen denken. Dat is iets wat jullie gewone pieten blijkbaar niet begrijpen. En? En wat? Ben je er al uit? Tuurlijk ben ik eruit. Oh, vertel op. Ik ben er achter gekomen dat als je chocolade in melk doet, dat je dan chocolademelk krijgt. Weet je ook wie het gedaan heeft? Ja, ik. Gisteravond. En om je de waarheid te zeggen, zou best wel weer een bekertje lusten. Prof Piet, we hebben het niet over chocolademelk, we hebben het over snoep. Weet je al wie al het snoepgoed gestolen heeft? Snoep? Jazeker. Vertel op! Ja, zeg het! Het snoep is gestolen door iemand die, let goed op, door iemand die snoep wil hebben. Hoe heet die? Hoe ziet die eruit? Ja, daar ben ik nog niet helemaal uit. Dat vereist nog enig onderzoek. Oh, dus eigenlijk weet je nog helemaal niets. En hoe komt dat? Dat komt omdat ik steeds gestoord word. Wegwezen jullie! Allebei! Ja, was ik. Dus je hebt alleen de papiertjes teruggevonden. Zo. Jij begrijpt het punt niet helemaal, muziek. Nee. Nee. Het was niet de bedoeling dat we jouw droptoffee zouden terugvinden. Niet. En natuurlijk de snoepjesdief. Piet, ik zet hem wel even uit. Piet, ik ben bang dat dit geen cadeau is. Ik krijg hier echt een heel raar gevoel bij. Hoge hoogte. Hoi. Hoge hoogte, ik heb een truc. Oh. Ja, ik heb een truc om het verdwenen snoep weer terug te krijgen. Echt waar? Ja. Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Hooggeëerd publiek. Dank je. Ik heb hier een emmer en die emmer die is helemaal leeg. Is die leeg? Zeer leeg. Het publiek heeft gezien dat de emmer helemaal leeg is. En nu heb ik een toverspreuk. En hotsebots, hyper de piep. En nu is de lege emmer gevuld met snoep. Flatsch. Hotseknots, hyper de piep. De emmer die eerst helemaal leeg was, is nu gevuld met snoep. Hou je handen eens op. Gadverdamme hocus pocus, Piet. Ik hou helemaal niet van spruitjes. Is toch best lekker. Mm.
Sinterklaas? We zijn waarachtig en wie mag u al wezen? Felix, ik kom de muren controleren. Ja, die is prima in orde, deze. U komt de muren controleren? Ja. Ja, dat is wel verstandig om dat van tijd tot tijd te doen. Ja, dat moet af en toe gewoon gebeuren, hè? Ja. Nou, veel succes ermee. Dank u wel. Oh, meneer. Ja? Ik hoor het wel als er iets niet in orde is met de muren, hè? Ja, natuurlijk, Sinterklaas. Nou, dat is fijn. Heel fijn, dank u wel. Ja, eerst wordt er een heleboel snoep gestolen en nou staat er opeens een wekker onderaan de trap. Misschien heeft het een met het ander te maken. Nou, dat weet ik niet hoor. Wat heeft een wekker nou met snoep te maken? Ik denk toch dat het bij elkaar hoort. Spruitjes? Spruitjes? Wat heb ik nou fout gedaan? Spruitjes. In gedachten. Nou, we moeten eerst de boel heel goed in de gaten houden. En onze ogen goed de kost geven. Ja. Dit moet heet gedronken worden, anders is het niet lekker meer. Sorry, ik heb het laatst. Ah, hoi, Felix. Gaat u zitten, dan schenk ik de thee in. Waarom bent u zo laat? Ik maakte mij ongerust. Ik was nog even naar de bibliotheek. Ondanks dat ik niet kan waarderen dat u te laat bent, ben ik toch blij dat u probeert kennis op te doen. Wat heeft u gehaald? Bedoel je? Welke boeken heeft u gehaald? Nou, dat zul je dan niet geloven, maar toen ik de bibliotheek uitliep, grote stapel boeken onder mijn arm, toen viel er een gigantische schaduw over mij heen. En toen ik naar boven keek, toen zag ik een vogel zo groot als een klein vliegtuig. Dus ik schrok, zo gigantisch. Ik heb mijn boeken laten vallen, ik ben meteen naar huis gerend. Dat is een merkwaardig verhaal. Dank je. Jongen Felix, mag ik vragen wat dat is? Wat bedoel je? Dat ding om je hand. Oh, dit bedoel je. Het is net zo'n raar verhaal. Ik was dus aan het wegsprinten voor die gigantische vogel. En ik struikel over een steentje in de weg. En wat denk je? Heeft iemand die pot zomaar langs de kant van de weg laten staan? Dus ik glij zo flats met mijn hand zo flats in die pot. Ik geloof nu toch echt dat de fantasie de overhand neemt, jongen Felix. Het gaat toch wel goed met u? Natuurlijk. Hector, alles gaat goed. Gelukkig. Ja. Voorzichtig. 1, 2, 3. Ah.